zitten ook met z'n vier. Dit is toch geen gezicht? Wat een grapvideo wat dit. Dat is een mis. We zijn hier hoor. Kutzaak. Als je zo gaat, dan snap ik inderdaad dat je dat niet van mij mag staan. Oh, ik had de telefoon. Ja. Dit is helemaal knoflook dit. Dit zijn 14 pakjes. Oh, daar staat de Turkse pizza. Nee joh, dat is geen Turkse pizza. Denk het wel. Wat is dit voor een karig bakje wat ik heb besteld? Dat is hier, rijst. Die komt onderin. Zit er gewoon los. Nee, ja, niet los. Ik heb geen groenten. Oh, lekker. Ze doen er niet eens groenten bij. Kom misschien nog. Hier, Lune. Dit is geen shawarma. Oh, ik vind het... Oké. Okay. Oh, wat een klefzak. Vier sterren? Nee, ik denk één voor één die patat. Hartstikke slof. Voor één keer die patat. Ja, ja, ik heb patat in mijn hand. Jongens, tief op. Ik vind het saai nog. En ik saai nog, we gaan gewoon. Ik stap wel de fiets op. Ik ben hier niet content over. Ik ook. Knoflook. Ja, maar wat de fuck is dit? Dat ziet er hartstikke lekker uit. Nou, dit is geen Turkse pizza. Ik krijg de groenten erbij. Maus, jongens, kijk één keer naar dit van mij. En dat is ook echt. Oh. Hoeveel moeten we hiervoor ik betalen? Ik zal het even laten zien. Kijk, één keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoe kan dat? 7, 8, 9, 10. En een knoflook. Ja. Alice. Je betaalt dat wel lekker zelf. Nee, maar zoveel dan. Oh, de chili saus is wel lekker. Het slaat echt alles. Ik hoop dat die Franse frietjes een beetje oké zijn. Nee, ik zei het niet. Oh, jawel, die van mij wel. Die rijst is heel lekker. Oh. En dit, weet je wat dit dan proeft? Gadverdamme! Ja, nou is het even weer zo mooi. Ja, ja, jij kan makkelijk praten. Makkelijk, dit is helemaal geen Turkse pizza. Dit proeft beter zitten naar zo'n all-inclusive restaurant waar je vriend met zo'n schepter uit moet halen. De mensen die een beetje Turkse pizza kennen, dit is echt geen Turkse pizza. Dat is eruit. Nou, eet smakelijk. Nou, weet je hoe dit komt? Omdat ik me weer niet meer ben bemoeid. Oh. Ach! Nou, ja, dat had je dat moeten doen. Ja, inderdaad, had je dat moeten doen. Jullie wou het allemaal zo snel, ik was al helemaal niet klaar voor. Ja, maar jij bent zo traag, typisch man. Ja. Oh. Nou, we gaan het wel 2 sterren geven dan, of 1. 2! Geen! Kijk eens naar mij van man! Dat is geen shawarma. Dat kan echt niet. Dat is blender. Dat lijkt wel vegetarisch gehakt. Nou, dit is ook echt, nou... Nou, echt ongelooflijk. Ik ben in staat om nog wat anders te bestellen. Ik ook. Hoe kan het 4 sterren hebben? Hè? Zo, hoppa. Hier kan ik al best wel een beetje verbouwen. Oh, ik ook. Je betaalt al godverdomme 13 euro. Nee, dan ga je niet vloeken. Dan piep je dat maar weg. Ja, want reizen kijkt ook. Snop, ja. Ja, maar dat is ook al een homo in beeld, dus als ze daar niet van geschrokken zijn. Oh, wat vies. Nee. Wie vindt die knoflook lekker? Nou, ik vind knoflook heel goed. Deze falafel is ook echt wat heel goed. Wat is dit goed. Dan? Brood. Dat dit wel tevreden is. Hebben jullie nog genoeg knoflook voor 10 jaar? Zoveel knoflook heb ik eigenlijk niet aangetikt. Nee, dat mag we hopen van niet. Ja, maar die chili heb ik ook niet aangetikt. Oh, dat brood is wel lekker. Dat is niet tevreden dus. Wie kan dat? Wie wil mijn falafel proeven? Dat is echt ziek goed. Nee. Het is best wel veel. Het is wel veel. Maar is het lekker die brood? Dat brood wel. We doen vannacht wel een vette hap. Niemand heeft die research gelezen. Nee. Ja, internet, hoe het al besteld had. En? Alleen de pasta was slecht. Nou, hadden we gaan. Zullen we bellen? Sorry, maar dit is echt niet te vergeten. Maar dan weet je uit eten kunnen gaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, nu is het ook wel lekker chill, gewoon thuis. We hadden die mukbang opnemen. Ik vind dit wel lekker. Nee, video. Hè? Nee, ik wil dat jij dat niet meer zegt. Oké. Okay. Ja, dat van jou ziet er ook hartstikke lekker uit. Met die kutkip van je. Dat vind ik niet. Ik wel. Ja, kip? Mm-hmm. Ik heb wel goede kip, anders ben jij een schuiterij. Ik vond het wel raar dat ze geen folie om de broodjes hadden. Oh ja. Dat stond ook in de recensies namelijk. Hm. Dit is geen chilisaus. Wat zit dan weer rot chili? Wat doe je als je echt niet kan slapen?
Ja, dat is geen. Ik zou het niet nemen, Johan. We zijn ook niet op Instagram. Oh my god. Wat ik doe als ik echt niet kan slapen. Ja, dan ga ik helemaal draaien in mijn bed en dan. Totdat ik in slaap. Tipje. Oké. Johan, zou maar jij als je niet kan slapen? Holy fuck! Oh, dat durf ik echt niet. Wow! Wat is er? Heel zo. Heel pittig zout. Ik wil. Kom op. Ja, een durf. Doop dit er even in. Oh. Niet te veel, is heel pittig. Ja, dat is wel heel weinig. Jij zegt niet te veel. Ja, dan moet je met je pink doen of zo. Erin, touw hem erin. Goed. Ik doe hem maar één keer dan. Oeh! Oh nee! Heb ik helemaal niet gestopt. Oh nee! Oeh, hij slaapt over de tong heen. Oh, dit is toch geen knoflook, dit is tzatziki of zo. Ja, heel waterig. Dat vind ik wel lekker. Even kijken. Ik kan ook altijd slapen en anders dan ga ik. Ja, dan zou ik toch weer proberen toch mijn ogen te sluiten. Of anders heel soms pak ik mijn telefoon erbij. Als ik dat doe, kan ik echt niet meer slapen. Nee. Vroeger pakte ik altijd de Nintendo DS en ga ik op de Nintendo DS spelen. Nou, ik heb het heel benieuwd, Teun. Jij hebt er heel vaak last van. Okay. Ja, dat is zeker waar. Ik kijk soms een film, of ik ga buiten lopen, of ik ga beneden zitten. Of ik ga douchen. Nou, ik ga die rijst opeten, want dat is het enige wat lekker is. Mag ik eens proeven, die rijst? Ja. Ik ga schaatsen. Ergens denk ik toch dat ik nog het meest geluk heb gehad. Want het is niet vies. Nou, dat zei ik toch. Mijn is ook niet vies hoor. Oh, nou. Hoe vind je dat je eigen stem klinkt? Nou, ik vind mijn stem wel prima, maar als ik het terugluister op filmpjes denk ik zo. Je hebt niet aan het eten. Hoe de eten? Nou, als ik mijn filmpjes terug denk ik van, oh wat ben jij gay. Dan denk ik echt, heb jij een nichtige stem? Dan denk ik dan echt af en toe. Nou, ik ben wel content met mijn eigen stem, maar ik heb inderdaad wel echt een bulder. Oh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Eergisteren. Sam, mag ik weten? Ik kijk het programma over mijn lijk. Nou, Liz, wat jij? Gisteren. Nou, weten we in ieder geval waar we nooit meer moeten bestellen. Nou, we gaan een ding niet zeggen dan. Zo eten lijk. Heeft iedereen een beetje voldaan aan het begin met de Instagram-vragen schijnt? Ik heb op Instagram gevraagd, als jullie vragen hebben, vraag maar raak. 4 vragen gekregen. 2 vragen. Zijn gewoon opmerkingen. Toen ze Roosje zegt, joh, dan ik mis je. Ik mis haar ook heel erg. Nou, en de volgende opmerking was. Oh, your page lit. Your page is lit? Wie zegt dat? John. Kijk. John. Wie is John? Dat zie ik. Weer open account of zo dan. Johnny. Oh, your page lit. Nee, nog iemand. Ze zegt, ben je influencer? Daar heb ik helemaal niks aan. Wat zijn er nou weer voor vragen? Er zijn van die mensen die dan denken, wat een onzin dat ze een filmpje opnemen. En dan denk ik, fuck jullie allemaal, echt. Wie vraagt het dan? Je reist zo. Ik. Oh, echt? Dan hebben we nog iemand die, voor de rest gaat het goed met je. Nou, dat is niet. En met de andere denk ik ook. Ja, mag het even zo. Volgende! De andere zegt, must the show go on? The show must go on. Must the show go on? Nou, sorry hoor, staat hier gewoon. Ik weet gewoon wat mij hier te staan. Ja, Oh ja, het is van Dieger niet helemaal goed gezien. En dan zijn we bij de laatste. Is dat die van de CDA? Ja. Oh, cute. We zijn bij de laatste. We hebben er nog eentje niet gehad. Oh, ik ben benieuwd. En dat was Max. Hoe kon je hem dan zo cutie zijn? Ja, dat is nou een leuke vraag. Nou, even kijken, ja. Dat is een vraag aan ons, want het zou raar zijn als we antwoord. Deze vraag kunnen we deze dag niet. En dat is het antwoord. Heb je klopt ermee, echt waar. Oh, is niet lekker? Oh nee. Ligt hij op de kop? Hoe ligt hij? Nee, hij ligt goed. Oh, gelukkig. Ik zit gewoon door te vrezen, iets van niet te vrezen. Hoe kan ik een centje geven? Nou, ik wil gewoon mijn geld terug. Kijk dit! Grillgerecht. Falafel. Knoflook. Dit lijkt er echt op maden. God. Dat klopt wel, ja. Nee, kijk dan! Oh, Liz! Wat gebeurt er? Oh my god.
Er ligt een fucking maat op mijn voet. Waar? Nee, niet mijn voet aanraken! Misschien is het een leuke shot dat we altijd eten in de prullenbak. Dus even normaal. Uit het raam! Groetjes, Eetlijn! Daar doen ze ook het muziek even uit, omdat niemand interesseert dat. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog en abonneer op Lunes kanaal. Nee, fout. Vonden jullie dit nu ook een leuke video? Willen jullie hier meer van zien? Laat het dan beneden weten in de reacties. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Voor ons was het niet zo leuk. Niet zo lekker. Tot de volgende keer. All them who can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. I can green lights in your body language.